Deze maand is het Ramadan, de islamitische vastetijd. Elke dag is er na zonsondergang een gezamenlijke maaltijd bij Stichting SEMA in Nijmegen. Bij deze iftar worden steeds verschillende mensen uitgenodigd die een functie vervullen binnen de gemeenschap. Het doel hiervan is verbinden en ook niet-islamitische mensen kennis laten maken met de iftar. Gisteravond waren politici van verschillende partijen uitgenodigd en ook burgemeester Bruls gaf een korte toespraak. Elke Ramadan wel twee of drie keer ben ik wel bij een organisatie die een iftarmaaltijd organiseert. Ook bij andere gelegenheden. Ik heb niet alleen een voorkeur voor de islam, maar elke godsdienst die vreedzame bedoelingen heeft en een plaats heeft in onze samenleving. Ik vind daar moet je de belangstelling ook voor tonen. Dat doe ik graag. En ik wissel het elk jaar af, want ik word zo vaak uitgenodigd dat ik echt moet kiezen naar welke iftarmaaltijd ik wil gaan. Het is altijd even hartelijk en even mooi. Ramadan is een van de meest brutale maanden van het jaar. Onze capaciteit is maximaal 60. En vandaag zijn er ruim 50 mensen die deelnemen aan de iftarmaaltijd. Op individueel niveau gaat de islamitische vastetijd over het omarmen van rechtvaardigheid, medeleven en tolerantie ten opzichte van alle mensen, ongeacht geloof. Moslims streven tijdens de Ramadan naar meer moraliteit die alle lagen, geloven en culturen samenbrengt. Op gemeenschappelijk niveau betekent dit volgens de voorzitter dat ze verantwoordelijke burgers willen zijn en hopen bij te dragen aan het algemene welzijn van de samenleving. Wij zijn vanaf 1999 al bezig. Het is een traditie geworden. Ja, ik heb geen opvatting over de iftar zodanig. Hè. De moslimtraditie om na het vasten zo samen te komen en dan s'avonds wat te eten. En ik vind dat je elk godsdienstig gebruik wat past in een vreedzame samenleving hebt te respecteren, ook al ben je zelf geen moslim. De Koran stelt dat het uiteindelijke doel van het vasten het bereiken van vroomheid is. Saum, het Arabische woord voor het vasten. Dat betekent letterlijk terughoudendheid en zelfbeheersing.